Bereid je voor. En wil je dan zelf wandelen of in de buggy? Dan de vraag, is Emma zindelijk? Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Wij zitten aan het ontbijt. Hé Emma? Ja. En papa is net weg. Wat ging papa doen? Weet niet meer. Waar gaat papa nu naartoe? Weet niet meer. Gaat hij werken? Nee. Naar de winkel. Gaat hij naar de winkel? Ja. Welke winkel? Andere. Andere winkel? Nee, hij gaat naar de supermarkt. Gaat hij naar de supermarkt? Ja. De hele dag? Ja. Wow. Hij is werken. Hij werkt niet in een supermarkt, had gekund, maar nee. En Emma en ik hebben vandaag ons dagje samen. Vandaag is mijn vrije dag. Hey, en Emma, wat wil je doen vandaag? Ik weet niet meer. Je mag het bedenken. Pokémon spelen! Ja! Dat is leuk, hè? Want je vraagt een Pokémon hebben. Moet. Nee, ik heb het al. Het is al geregeld. Maar het duurt nog wel heel lang voordat hij komt. Maar kijk, het is niet donker. Nee, het is niet meer donker. Neefje, Emma's neefje en mijn neefje, iets allebei ons neefje, die komt even spelen. Heel gezellig. Hè? Happy hour. En verder gaan we gewoon lekker kijken wat de dag brengt. Ik wil vanmiddag wel even naar buiten, want het is lekker weer. Eindelijk, dus heel veel regen, storm en wind geweest. En vandaag is een rustige, zonnige dag. Daar wil ik wel even van genieten. Verder gaan we zien wat de dag ons brengt. Inmiddels zijn we even verder. Emma's neefje was wezen spelen, dat was heel erg leuk. En toen is Emma al vrij snel gaan slapen, hè? Ja. Of nou ja, vrij snel duurde even, ze moest huilen. Maar ik ben wel benieuwd. Ruimen jullie alles op als je moeder bent? Ruim je dan alles op als je kindje gaat slapen? Of denk je net als ik laat het lekker, want het wordt toch wel weer rommel als ze wakker is of worden als je meerdere kinderen hebt. Soms ruim ik het wel op en zeker als ik daarna ga werken, dan zorg ik dat ik met Emma even samen opruim. Maar soms denk ik ook, het heeft geen zin. Ik ruim het vanavond voor het slapen wel op. Dus ik ben wel benieuwd wat jij doet. Ze gaan zo weer lekker spelen. Hè, het is al wel laat hè Emma, ik wilde eigenlijk nog heel even naar buiten. Vind je dat ook goed? Ja. Even een klein wandelingetje. Nee. Ja. Een heel grote wandeling wel. Oh, wil je een grote wandeling? Ja. Oh, oké. Okay. Maar je moet ook op tijd weer thuis zijn om te koken. Ja. Ja. Dus dan moet je snel je wafel eten, je drinken drinken en dan gaan we een wandelingetje maken. Oké? Okay? Een grote wandeling. Een grote wandeling. Ja. En wil je dan zelf wandelen of in de buggy? Zelf wandelen? Ja. Ja? Dat is goed. Wil je kleuren voor papa? Wil je kleuren voor papa? Ja. Ach, ik vind het wel heel lief, maar zullen we even naar buiten? Nee. Jawel. Mama wil heel even ook frisse neus halen. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. We gaan het doen. Nee. Wie als eerste zijn schoen aan heeft? Ik ga. Ik ga winnen. Emma kan alleen maar de schoenen aandoen in de keuken. Stap er maar in. Nee, die voet. Die voet. Oh. En dan je andere. Ik heb mijn nieuwe doekjes aan. Kan ik ze even inlopen? Zo, naar je jas. Alleen de pak. Doe je jas maar. Thank you.
fijn wandelingetje. Ik ben aan het koken. We eten vandaag GVA. Groenten. Zoete aardappel en gewone aardappel. En een vleesvervanger. Dus ik ga dit even koken en ondertussen kijken of ik vast wat kan opruimen. Ik heb Emma die opdracht gegeven, maar het is nog een beetje moeilijk. Dus let's go! Het is klaar, wij gaan lekker eten. Heren, zegen dit lekkere eten. Amen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. We hebben wortels, een groenteburger, die delen we altijd met Emma. En ik heb zoete aardappelfrietjes. Ik heb ook zoete aardappelfrietjes. En Emma heeft gewone frietjes, hè? Ja. Lekker, eet smakelijk. Eet smakelijk, papa. Eet smakelijk, mama. Eet smakelijk, Emma. Eet smakelijk, mensen thuis. Eet smakelijk, mensen thuis. Kijk, die mensen thuis. Ga kijken, mama. Eet smakelijk, mensen thuis. Ja. Hallo, hallo. Het is zaterdag. Het is 3:30. Ik ga nog even een kopje koffie zetten. Want na 4 moet ik gewoon geen koffie drinken, want dan slaap ik gewoon niet. Het is echt waar. Misschien is het de leeftijd. Ik ook. Jij ook? Ja. Moet jij ook geen koffie meer na 4? Ja. Ja, slaap je ook slecht, hè? Ja. Ja. Lastig is dat, hè? Ja. Ja. Ja, het is het zwaar. Het leven is zwaar. Dus ik zet nog even lekker een kopje koffie. En dan ga ik een kast opruimen in huis. Dat is echt een doorn in het oog. Maar ik weet ook gewoon niet hoe het beter kan. Dus ik hoop dat ik eruit kom. Daniel is er niet, die is een vriendin verhuizen. Dat was ik vanmorgen ook. Maar ik ging eerder weg om de oppas, mijn ouders, af te lossen. Dus Daniel is er nog. Die blijft gewoon zo lang als het nodig is. Emmy, blijf nou daar zitten, schat. Ik kom bij jou. Kijk nou. Ja, wie doet dat nou? Emma. Ja. Dus die blijft er zo lang als nodig is. En ik ben gewoon al hier met Emma. Ik hoopte dat ze nog iets langer zou slapen, maar ze werd al wakker. Prima. Dus ik ga even die voorraadkast opruimen. Dat is echt hoog nodig. Ik zal het laten zien. Bereid je voor. Dit is gewoon tassen, dat is niet zo erg. Maar hier, we gooien hier ook alles neer. De planken staan helemaal vol en het loopt helemaal... Oh. Nou, hier ligt ook allemaal troep. Ik probeer al dagen de stabilisator aan te krijgen, want die zit wel op deze camera. Maar het lukt nog gewoon niet. Dus ik heb met de instellingen gespeeld, waardoor dit soort dingen dus heel donker blijven. Dus ik weet even niet... Ik heb dus aan die camera zitten knoeien en nu weet ik niet hoe ik het moet oplossen. En ik heb geen stabilisator nog. Ik weet het. Het is vreselijk. Maar ik ga het zo even opruimen. Emma heeft sinds van de week door dat ze de onderkaak los van elkaar kan bewegen. Ja. Dus Emma kan nu dit. En kan je ook zo? Hé, die kan je bewegen. Dat is een nieuwe ontdekking, hè? Ja. En wil je nog iets anders vertellen? Ja. Aan de mensen thuis. Aha. Da, da, da. Ik kan zeggen dat mensen thuis bij opa en oma zijn. Bij opa en oma kletsen zijn mensen. Opa en oma te kleien. Ging je met opa en oma kleien? Ja. Ja, was dat leuk? En zijn met mama nog. Ging je ook met mama kleien? Ja. Ja. En papa niet. Niet met papa? Nee. Nee? Oh. Ook wel, toch? Nee. Oh. Ik denk dat mijn tactiek gaat zijn eerst alles eruit halen en dan kijken of het past. Weer terug. Ik ben best een eind gekomen. Hier hangt alleen de luiertas. En alles heeft gewoon een vast plekje. Mijn sportmatje,
De kattenbak, grind, alle fasen, voorraad, puzzels. Dus dat is super chill. En ik heb de kinderwagen er ook uitgehaald. Die hebben wij toen Emma kwam tweedehands gekocht. En die wil ik eigenlijk weer gewoon verkopen. Dat er weer naar een nieuw iemand gaat. Voorlopig hebben we het niet nodig. En mocht er ooit nog een tweede kindje komen, dan willen we toch een nieuwe kinderwagen. Maar goed, er ligt heel veel spul ook nog op zolder. Echt de babydingen. De maxi cozy en die bak. Dus dat ga ik dan even opsnorren, schoonmaken en dan een keer verkopen. Heeft ook helemaal geen haast, maar dan is het in ieder geval uit de voorraad. Hok? Dus dit is in ieder geval fijn, want dit was echt elke keer als ik die kast opende, dacht ik... Oh ja, wat een puinhoop. Dus dat is nu gedaan, dus daar ben ik blij mee. Ga ik gewoon lekker met Emma spelen. En kunnen jullie nu genieten van een Q&A? Hallo en welkom bij deze Q&A. Ik voel me niet helemaal top. Ik ben heel moe. Rillingen over mijn lijf. Dus ik ga zo even op bed liggen slapen. Maar ik dacht, ik doe wel heel even de Q&A. Want dat vind ik heel erg leuk. Kunnen jullie mij ook een beetje beter leren kennen? En ja, jullie hebben een leuke vraag gesteld op Instagram. Dus die ga ik even beantwoorden. Voordat ik dat doe, wil ik toch ook iets benoemen wat ik normaal eigenlijk nooit in de vlogs benoem. Namelijk de situatie in Oekraïne. Ik merk dat het me heel erg aangrijpt. En meestal hou ik politieke dingen of dingen uit het nieuws uit de vlog. Want ik vind juist ook die vlogs zijn om even te ontsnappen uit je eigen leven, uit je eigen werkelijkheid en gewoon... feel good dingen te zien. Maar dit laat me gewoon echt niet los. En ik merk, dan zie je verhoren en zie je verhalen van mensen die vluchten of die zich aanmelden bij het leger. En nou, dat maakt me gewoon echt verdrietig. Ik ga daar ook niet te lang over praten, want dan ga ik zeker weten huilen. Het is gewoon vreselijk. En ik merk dat dat nu dit weekend echt wel een beetje... mijn emoties bepaalt, zeg maar. Dat ik denk, jeetje, wat zou ik doen als er oorlog komt? Of als ik weet dat Daniel moet vechten? Ik wil er gewoon niet over nadenken. Maar het gebeurt wel. Ik ben er wel mee bezig. En ik merk dat ik er super verdrietig van word. Dus mocht ik wat minder enthousiast zijn dan normaal... heeft dat echt mee te maken, naast dat ik me niet lekker voel. Ik vind het gewoon super heftig. En... ik snap het ook gewoon niet dat dat tegenwoordig nog kan. Maar goed, door naar wat leukers. De Q&A. Er zijn niet heel veel vragen binnengekomen, maar wel heel veel leuke. Dus ik ga gewoon de vragen af. Eerste vraag is misschien wel leuk. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet, Daniel en ik? Dat was toen ik 15 was. Toen gingen wij allebei met de school, we zaten op dezelfde middelbare school, gingen we naar Taizé. En dat is een jongerenklooster in Frankrijk. En daar gingen we toevallig allebei heen. Toen leerden we elkaar kennen. Daniel had toen een relatie met een ander meisje, die was niet mee verder. Maar ik dacht wel, dat is wel een lieve, leuke jongen. Nee, dat is niet waar. De allereerste keer dacht ik, jeetje, een beetje zo... hij was een beetje drukkig en een beetje... toen dacht ik... jeetje, wat heftig, een beetje irritant vond ik hem. Maar in de loop van de week dacht ik, oh, het is wel echt een hele leuke, lieve jongen. En hij was gewoon, ja, eerlijk. En ja, ik weet niet, hij was heel lief. Maar goed, verder zoek je daar niks achter, want ja, hij had een vriendinnetje. Maar op de busreis terug was best een lange reis. En ik zat naast een meisje en die ging halverwege de reis ergens in de nacht, ging zij ergens anders zitten bij een jongen die zij leuk vond. En toen dacht ik, oh lekker, kan ik eventjes mijn benen lang uit op haar stoel. Kan ik beter slapen, want we moesten slapen. En toen kwam Daniel en die zei, oh, zou ik dan naast jou kunnen zitten? Want diegene naast hem die lag te slapen, vond hij saai volgens mij. Toen dacht ik eigenlijk, oh, ik wilde eigenlijk mijn benen eventjes lang uit. Dus ik zei, prima, maar dan wil ik wel mijn benen even over jou heen. Want ja, ik dacht, dan kan ik beter slapen. Dus dat mocht en dat deed ik ook. Toen was hij ook heel lief, aaide die een beetje over mijn benen en zo. En toen is de vonk wel een beetje overgeslagen vanuit mijn kant. Maar verder niks. En toen op school zagen we elkaar wel eens en zeiden we hallo. En volgens mij heb ik hem op Hives toegevoegd. Dus ik vond hem wel interessant en leuk. En toen het jaar daarna gingen we weer allebei mee. En toen... had hij niet meer verkering. Dus toen trokken wij een beetje naar elkaar toe. Toen kregen wij verkering. Was heel schattig.
Ja, echt zo. Ja, ik was 16, Daniel 17, 18. Dus echt zo, ik vind je leuk, ik jou ook. Oh, oké. Okay. Ja, weet je, zo cringy, maar zo leuk. Dus ja, zo hebben we elkaar ontmoet. En daar is ons verhaal begonnen. Dat vind ik ook een leuke. Wat zou je het allerliefst nog eens in de kringloop vinden? En hier heb ik al even over nagedacht. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk als je dan een heel mooi meubel tegenkomt. Maar we hebben niet per se iets nodig. Maar het lijkt me wel heel leuk om zo'n perfect pak te vinden. Met in een mooie kleur, bijvoorbeeld donkergroen of misschien wel zwart. Dan met een blazer en een pantalonbroek die dan, zeg maar, zo'n item die dan op jouw lijf geschreven staat. Die dan perfect past. Dat lijkt me heel leuk om nog eens te vinden. Ja, ik vind het sowieso leuk in de kringloop dat je daarheen gaat en niet weet waar je mee thuis komt. Maar dat zou ik wel echt leuk vinden om te vinden. Een heel mooi pak. Ik krijg ook de vraag waar ik woon. En ik probeer dat altijd een beetje in het midden te houden. Want ja, ik weet gewoon niet of ik het een prettig idee vind als iedereen weet. Of iedereen. Best veel mensen weten waar ik woon. Maar ik woon in het midden van het land. In Gelderland. Wat? Dan is de volgende vraag. Waar geniet je op dit moment het meeste van? En wat zou je anders willen? Nou, ik geniet echt ontzettend van Emma. Ze is zo leuk en zo lief en zo grappig. Dus zij is echt een lichtpunt in mijn leven. Niet eens een lichtpuntje, maar gewoon een lichtpunt. Wat ik anders zou willen is dat ik me soms wel eens wat beter voel. Ik ga nog best wel in mijn emoties wat schommelig. En ben soms nog steeds verdrietig over wat er allemaal gebeurd is. En ik zou gewoon wat mentaal wat stabieler willen zijn. Dat denk ik. Hoe zie je leven over 5 jaar? Dan ben ik 34. Ik hoop dat we dan een tweede kindje hebben. Ik weet niet of we een derde kindje, of ik dat aandurf. Misschien tegen die tijd wel hoor. Maar dan misschien ook een 5 jaar. Ja, zou kunnen. Ook een derde kindje. Misschien, maar ik weet niet zo goed. Nu moet ik er niet aan denken. Maar misschien tegen die tijd dat ik dan er anders over denk. Ben benieuwd of we dan nog hier wonen of misschien ergens anders een huis. Maar ik denk nog wel in dezelfde stad en een beetje, ja, ik denk dat we misschien nog wel hier wonen en misschien dan een beetje op zoek gaan naar iets nieuws over 5 jaar. Dan wonen we hier 7 jaar. Ja, is ook niet heel lang, hè? Nou, dat weet ik niet. Ik hoop dat ik nog steeds video's maak, dat er meer mensen kijken. Leuke samenwerking misschien ook wel, lijkt me ook heel erg leuk. En ik hoop ook dat mijn werk, dat ik daar ook in mag groeien de komende 5 jaar. Meer ontwikkelen en ja, misschien wel volgende stap nemen in mijn carrière. Dus dat ik dat heb gedaan of daarmee bezig ben. Wat is je favoriete gerecht, kleding, luchtje en uitje? Favoriete gerecht vind ik echt lastig. Ik ben wel dol op eten. Maar ik denk de gnocchi's met mozzarella en cherry tomaten vind ik echt heel lekker. Die heb ik ook een keer op Instagram gedeeld. Ik zal die even linken als ik dat kan. Dat weet ik niet. Favoriete kleding vind ik echt heel lastig. Ik heb zoveel kleding die ik leuk vind. Maar ik merk die groene blazer die ik een keer bij de kringloop heb gekocht. Die is nu wel echt favoriet. Maar deze groene, ik vind die kleur heel erg mooi. En dus die paarsige die ik heb. Oh. Ik weet niet of je het zag. Ik heb mijn broek open. Ik voel me gewoon niet lekker. Ik heb ook buikpijn en zo. Dus dan doe ik graag mijn broek even open. Favoriete luchtje is by far deze. De British Rose van The Body Shop. Die droeg ik op mijn bruiloft. En sindsdien draag ik die eigenlijk non-stop. Ik had ook deze van de Body Shop, de Black Musk. Die vind ik ook heel lekker. Maar deze is nu al oud. Maar toen ik zwanger was van Emma kon ik die echt niet. Vond ik die heel vies. Dus die heb ik toen heel lang niet gedragen. En dan verandert die geur ook een beetje, zeg maar. Omdat die dan wat ouder wordt. Maar deze vind ik ook heel lekker. Die is wat warmer. Maar deze is echt mijn all-time favorite. En hij is bijna op. Dus moeten we even een nieuwe kopen. En wat was nog meer de vraag? Favoriete luchtje en favoriete uitje? Ja, gewoon, ik vind kringlopen heel leuk. Maar dat doe ik dan het liefst alleen met een vriendin. Maar bijvoorbeeld met Daniel en Emma vind ik het heel leuk om te zwemmen. Ja, ik hou van zwemmen en Emma vindt het ook leuk. Daniel ook.
Of gewoon lekker ergens een terrasje zitten of zo. Ik vind het gewoon fijn om iets met z'n drieën te doen eigenlijk. Ja. Willen jullie nog een kindje? Ja, wij willen heel graag nog een kindje. Mocht je me sinds kort volgen, hebben wij het afgelopen jaar, half jaar een miskraam gehad. En ben ik geopereerd aan een buitenbaarmoeilijke zwangerschap. En dat heeft vooral mij heel erg een knauw gegeven. Ik ben daar heel verdrietig om nog steeds wel, ja, met vlagen. En ik ben ook wel een beetje het vertrouwen in mijn lichaam kwijt. Dus we willen het heel graag, maar ik durf het gewoon nog niet zo goed. Dus we willen het wel, maar het is gewoon heel ingewikkeld. Ja, dan de vraag, is Emma zindelijk? En dat is ze niet. We doen haar wel vaak op het potje of ze zegt nu ook vaak, oh, ik moet even plassen, dan wil ze op de wc zitten. Maar het lukt nog niet echt. Ze is 2, dus het hoeft ook voorlopig niet per se. Dus we doen het nu gewoon op een speelse manier. Als zij wil plassen, dan mag ze plassen. En als het lukt, dan maken wij een groot feest ervan. Maar ze is nog niet zindelijk. Nee. Hoe gaat het met de poezen? Gaat echt heel goed. Ik zal ze ook wat vaker filmen. Kreeg ik ook terug in de reacties op de vorige vlog. Dus ik zal ze ook wat vaker filmen. Maar overdag zitten ze echt nog vaak in het hoekje. Komen ze af en toe er wel uit of op de bank. Maar 's avonds gaan ze echt helemaal los. Dan gaan ze spelen met elkaar of met de kattenbrokjes. Of komen ze bij ons zitten. Dat is echt heel erg leuk. Dus het gaat echt wel goed. Ik durf ze nog niet zo goed naar buiten te doen. Dat zou officieel wel mogen. Dus daar wachten we nog wel heel even mee. Maar het gaat echt goed. Emma gaat nu naar bed. Iemand vraagt ook, zou je wat meer budgettips willen delen? Misschien is het leuk om daar uitgebreid over op in te gaan bij een vlog. Want we hebben daar wel echt strategieën in. Ja, we hebben echt een document. Wat komt er binnen? Wat gaat eruit? En dat hou ik ook wel geregeld bij. Maar daar zou ik eens een aparte video over maken. Of niet een aparte video, maar een apart stukje in de vlog. Dat is misschien wel leuk. En dit waren de vragen die er waren binnengekomen. Ook nog een vraag over mijn geloof. Maar dat vind ik heel lastig te beantwoorden. Ja, ik ben christelijk, maar ik ga niet zo heel veel meer naar de kerk. Ook met corona en zo. Ik merk gewoon dat het dan ook een beetje verwatert. We bidden wel altijd met Emma voor het eten bijvoorbeeld. Ja, daar gaan we ook mee aan de slag. Hopelijk dat we ook wat vaker naar de kerk kunnen. Ja, dus dat waren alle vragen. Terug naar de vlog.